weten hoe het is om te werken als wegenwacht, moet je natuurlijk een keer meegegaan zijn met een wegenwacht. Daarom ben ik nu onderweg naar Paul. Want ik ga met hem mee. Een dagje. Nou, dit is natuurlijk een noodwiel. Ja. Zoals je ziet, je mag maximaal 80 km per uur. Ja, maar moet toch in de baan. Maar binnendoor dan. Ja. We gaan naar het motorhuis. Ja, in Alphen. Ja, ze willen het precies weten. Echt helemaal precies. 52, 4K4. Dat was ons eerste pechgeval. We hebben mevrouw een reservewiel gegeven en ze gaat nu naar de dealer om een nieuwe band erop te laten zetten. En dat heeft Paul gedaan met een klein beetje hulp van mij. Ik mocht de reserveband oppompen. Hartstikke leuk. We zijn hier bij de tweede klus en het zijn geblokkeerde remmen. Dus Paul probeert de remmen weer los te krijgen. Ik ben weer aan het uitlezen. Ja, we gaan even kijken. De motor stottert enorm. En mijn ervaring zegt dat er een bobine kapot is. De bobine zorgt voor een vonkje aan de bobine, zodat het mengsel wordt gestoken. En dan is het gevolg dat die niet lekker loopt. Deze motor heeft 4 cilinders. En dan loopt er maar op 3. Dat hoor je, dat voel je. Geen vermogen, trillen. We hebben 1 code gevonden. Ja. Het is gelukkig dat er maar 1 is. Kijk, wat zie je? 1 cilinder geregistreerd. Ja. De cilinder 1 heeft de vonk overschot. Dus die ga ik nu wissen. En dat is gelukt. En dan gaan we niet starten, maar dan gaan we eerst die bobine eruit halen. Deze kapot. Die is kapot. Hij zit er 4 op. Het zijn overige 3. Het zijn er 1, 2, 3 en 4. Wat doe jij precies op het hoofdkantoor? Ik doe de arbeidsmarktcommunicatie voor de ANWB. En daar hoort tegenwoordig ook heel veel, of al heel lang, de wegenwacht bij. Want we hebben heel veel wegenwachters nodig. En wat is jouw specialiteit, wegenwachterswerven? Dat is vanaf vandaag mijn specialiteit geworden nadat ik een dagje met jou ben. Ik kijk op wat doos. Ja, echt wel. Hey Cornelis, voel je het een beetje een leuke dag, man? Ja, echt te gek. Ja, gezellig. Leuk werk, dankbaar werk, mensen blij gemaakt. Ja, dat is tof, hè? Ja. We hebben van alles leuk gezien. Te doen. Ja. Heel veel elektronica problemen vandaag. Nou, dat is best op zich wel. Dat was, we moesten alles bijhouden. 4 keer elektronica en een keer aankomen en een lekker band. Dus, Hey Cornelis, dus we gaan wat vlogjes van jou zien binnenkort. Ja, zeker. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Vond je dit nou een hele leuke vlog? Like hem dan en abonneer je op ons YouTube kanaal of kijk op amb.nl/opweg. Gegroet! Hey.